Ik heb een lieve vrouw, een zoon en twee dochters. En ik heb 85 LP's van Klaus Wunderlich. Ah, die man die kon zo fantastisch orgel spelen. Hij was de Duitse Jimmy Smith. Ah, die platen van Klaus Wunderlich, die kun je nog goed vinden op rommel maken. Die man die heeft zoveel uitgebracht, dat is voor een normaal mens niet te bevatten. 42 winters, 42 zomers en 85 LP's van Klaus Wunderlich. Deze plaat vind je nergens, deze plaat is uniek. Voor de koning van de rommelmarktmuziek. Ik noem hem ook wel prins van de ijsbaanmuziek. Of meesterarrangeur van de tijdloze amusementsmuziek met een zeer lage drempel. Ah, de meest mooie namen heb ik hem toegedicht. 42 winters, 42 zomers. 85 LP's van Klaus Wunderlich. Deze plaat vind je nergens, deze plaat is uniek. Voor de koning van de rommelmarktmuziek. Onlangs dacht ik dat het een leuk idee zou zijn om een concert van Klaus Wunderlich te bezoeken. Ging ik op internet kijken om te zien waar hij speelde. Bleek hij al 12 jaar dood te zijn. 42 winters, 42 zomers, 85 LP's van Klaus Wunderlich. Deze plaat vind je nergens, deze plaat is uniek. Voor de koning van de rommelmarktmuziek. Voor de koning van de rommelmarktmuziek.